Ik ga niet vreemd. Nee, ik ga niet. Tenzij ik geen keuze heb. Waarschijnlijk omdat ik boven de 100 euro heb uitgegeven aan skincare producten. Hoi en welkom bij een nieuwe video. Ik heb vanochtend de hele dag gehangen op de bank. Ik had dat echt even nodig. Vannacht was het weer zo'n dag. Deze keer kwam niet Genoa, maar Mason random bij ons liggen. Voor je het weet gaat je wekker en mag je je andere kind klaarmaken, brood maken, hele ochtendritueel. En toen ik thuis kwam had ik even zin in niks behalve lezen. Dus heb ik lekker 2 uur lang op de bank gezeten gelezen. Mason heeft zijn ding gedaan in de woonkamer. It's a mess. Maar voor nu ga ik doen alsof ik het niet zie. Cyrano appte net en zei heb je zin om te gaan lunchen. En als ik niets te doen heb, heb ik daar altijd wel zin in. Dus dat gaan we nu doen. Mason had het gesprek een beetje opgevangen en hij zei mama, als we gaan eten wil ik naar de McDonald's. En als er iets is waar ik geen zin heb, is het echt McDonald's. Dus ik hoop ergens dat we daar niet naartoe gaan, maar ik ben bang. Dat we daar haast wel naartoe gaan, omdat hij zit de hele tijd McDonald's liedjes te zingen. En als ik ergens geen zin in heb vandaag, is het een boze Mason in de stad. Want eigenlijk wou ik nog ook wat andere dingetjes doen. Ik moet nog ook het een en ander halen bij de Dirk. En daarna moet ik Genoa op tijd ophalen. Dus ik ben al helemaal klaargemaakt. Ik laat jullie even mijn outfit zien. Ik heb echt fully black aan. Ik denk wel dat ik iets van een gekleurde schoen aan ga doen. Ik heb een leren broek aan van zo, Sarah. Die straight leg valt. Body komt ook van de Sarah. En mijn jasje komt ook van de Sarah. Ik heb jullie Sarah aan vandaag. Ik denk wel dat ik iets van een gekleurde sneaker eronder aan doe. Om het een beetje, weet je, gezelliger te maken. Terwijl ik voel tussen deze twee of deze. Of deze. Maar ik vind het wel lekker herfstproof. Ja, eigenlijk allebei wel. Maar deze gaan makkelijker aan. Dus ik denk dat ik voor deze ga. Oké. Well, that's the look. Nou, dat is mijn outfit. Ik ga nu Mason klaarmaken. En daarna gaan wij richting Almere Centrum. Ik heb net met Mason wat boodschapjes gedaan. Mijn moeder vroeg me opeens: kind, wil je me alsjeblieft naar taten van zus brengen? Want ik heb die, dat die nodig. Ja. En nu gaan de kinderen even met mijn moeder mee. En ga ik mijn nagels laten doen. Because
I'ma need to do it. Her. Kijk eventjes hoe gezellig. You okay? Very gezellig. Ja. Nou guys, ik ben eindelijk thuis. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik was zo moe. Ik kwam daar aan. Dus natuurlijk weer gigantisch. Ja, pak deze maat. Ja, je verdient. Het was natuurlijk weer hartstikke druk. Ik had geen afspraak gemaakt. Want gelukkig had ik dat niet gedaan. Want iedereen die een afspraak had gemaakt, moest minimaal een uur wachten. Kijk. Er waren ook heel veel mensen daar die er voor de eerste keer waren. En je weet toch, wanneer je moet wachten, dan ga je met andere klanten praten van ja, dat kan echt niet. Eerlijk, wat vind jij hiervan? En dan denk ik echt bij mezelf, ja, ik ga niet klagen, want ik ben dit al gewend. Daarom maak ik ook geen afspraken meer. Want kijk, als ik moet wachten, volgens mij heb ik het al vaker uitgelegd. Als ik moet wachten, omdat ik geen afspraak heb gemaakt, vind ik het niet erg. Maar ik zal helemaal para worden als ik een afspraak heb gemaakt. En ik moet ook nog een uur wachten. Dan, weet ik, dan maak ik liever geen afspraken meer, want ik weet dat deze mensen je toch helpen wanneer ze kunnen. Dus een afspraak maken, doen hun gewoon om... Weet je, het chic te laten lijken. Maar ze zijn alles behalve chic. Het enige wat ze wel doen is verdomd goed hun werk. En dat is de enige reden waarom ik nog bij ze blijf. En ik, ja, ik heb al een soort van connectie met het personeel. Dus ja, ik ga niet vreemd. Nee, ik ga niet. Tenzij ik geen keuze heb. Anyways, ik heb mijn nagels dus gedaan. Ik kwam daar aan. Ik was natuurlijk al hartstikke moe van de dag. En ik zei, ik wil mijn nagels nu helemaal kort en vierkant. Dus ze zei, als ik dat ga doen, dan moet ik je hele set weghalen. Want je komt van Elmond Shape. En anders is het te smal. Want jij hebt het altijd echt vierkant. En anders krijg je die ballerina shape. En dat wil ik niet. Dus toen zei ze van, wat wil je dan? Toen zei ik, ja, ik wil geen Elmond. Toen zei ze van, weet je... Toen zei ik, weet je, doe het maar wel, maar doe dan wel ietsje smaller. Want ik vond het de vorige keer gewoon te dik. En nu zei ik van, maar kan je het wel korter doen? Toen zei ze van, ja, als ik het smaller maak, kan ik het niet kort, dan kan ik het niet korter maken. Dan moet je het gewoon lang houden. Ze zei van, jij hebt nu de perfecte Elmond shape lengte. Dus je gaat er blij mee zijn. En ik moest er even aan wennen, want het is echt ontiegelijk lang. Maar it's a wrap. What? What do we think, guys? Do y'all love it or do y'all love it? Kijk, dit is het geworden. Het is geen Kimberly en de kleur zie je ook totaal niet. De kleur zie je niet. Het lijkt bruin, maar het is oud roze. Ik ga proberen om overdag of... Wacht, ik had een foto gemaakt. Ik had een foto ervan gemaakt, dus ik laat het eventjes hier in beeld zien. It's classy, it's clean, but it's too long. Ik weet het. Maar volgende keer ga ik gewoon in de ochtend, wanneer ik niet moe ben. En dan ga ik daar gewoon heen. En weet je, dan ga ik gewoon lekker even mijn vierkante nagels. En dan ga ik niet meer terug. Want dit is leuk, maar het is gewoon geen Kimberly. What I like. Anyways, ik heb met Mason, toen we gegeten hadden. Mason... Hou op. Anders ga ik je lolly afpakken. Meestal wat boodschap is bij de Dirk gedaan. Want ik moest echt wasmiddel hebben. Ik moet trouwens echt bij de Weekamp voorraad gaan halen. Ik wou het eigenlijk gisteren bestellen. Maar ze konden het pas vrijdag leveren. En vrijdag is er niemand thuis. En wasmiddel ga ik niet bij een ophaalpunt doen. Dan moet ik ermee gaan showen. Dan heeft het thuis... Weet je toch? Dat wil ik gewoon niet. Dus zag ik toevallig dat de Dirk echt van die... Hoeveel liter flessen? 3 liter flessen. Ja. Voor 9 euro had. Heeft. Nu op dit moment. Guys. Deze. En ja, Robijn. Toevallig had ik laatst Robijn gehaald. En het is gewoon wel oké. Het is gewoon lekker. Ja, dit ruikt gewoon heel lekker. Dus daar heb ik 2 flessen van gehaald. Dit was ook echt de enige die ze hadden. En die Sensation, die roze. Maar ik heb niet echt iets met roze wasmiddel of zo. Ik weet niet. Het ruikt te bloemig. Ik hou er niet van. Het moet gewoon fris ruiken. Want mijn geurboosters doen toch wel het werk. Ik heb Pickwick thee gehaald. Was ook mijn... normaal gesproken haal ik het bij de Albert Heijn. Wanneer het 99 cent is met de hamsterwerk. Maar dit was goedkoper. Volgens mij 80 cent nu. Dat is toch 20 cent, hè? Die Camille Honey thee. Cyrano had hem laatst toen hij ziek was. Voor het eerst geprobeerd. En hij vond het echt heel lekker. Dus heb ik daar gelijk 2 van gehaald. En even kieken. Knijpfruit
vind Mason ook nog steeds lekker. Dus dat heb ik ook gelijk gehaald. Dat was alles van de Dirk. Ik ging eigenlijk alleen voor die wasmiddel. Wat ik nu ga doen. Wij gaan zo lekker eten. Mijn moeder had chow mein gemaakt met Moxie Mitty. Maar voordat ik dat ga doen. Ik ben echt. Ik weet niet. Ik ben er. Maar ik ben er niet. Katie. Dat heb ik nu. Dus ga ik even koffie maken. Mijn moeder heeft. Mijn moeder had ook pumpkin spice koffie meegestuurd. Tirana had die doos al weggegooid. Maar deze van Starbucks. De pumpkin spice latte. Deze. Van Starbucks. Dus ik ga deze even proberen. Ik ga hem eerst met jullie testen. Of het wat is zonder siroop. En anders ga ik dit gebruiken. Want deze gebruik ik best wel weinig. Deze gebruik ik eigenlijk alleen met de feestdagen. Dus it's almost that season. Maar ik ben benieuwd. Ik vind toevallig de pumpkin spice latte van de Starbucks echt heel lekker. En als dit wat is, dan hoef ik hem niet meer voor 8 euro te kopen. Nou, let's try. Come on. Nou, guys. Mijn koffie is klaar. Look at the layers. It's the foam for me. Ik ga even roeren, want de smaak zit vaak onder. Ik ga kijken of ik... Oké. Oh, het ruikt ook heel lekker. Het ruikt gewoon echt naar de kerst. Papa. Ja, het is lekker. Maar... I'ma need a pump. I'ma need it. Ik ga voor 1 pompje. Het is al zoet van zichzelf. En je proeft ook echt de pumpkin smaak. Het smaakt gewoon bijna als die van, als je hem koopt in de Starbucks winkel. Alleen heb je daar natuurlijk wel echt die verse espresso. Oh ja, Mop, die koffie is echt lekker met die pumpkin spice pop. Kijk. En Sirana heeft al eten gezet. Mijn koffie is nog heet, dus ik ga het na het eten opdrinken. Ik had gewoon even met jullie proeven. Look at my food. Yes, thank you mother. Nou guys, inmiddels zijn we echt heel wat uren verder. De boys slapen al een tijdje. Sirana en ik hebben net Power gekeken. Voor Power heb ik ook Pedaco die meme afgekeken. Guys. Ik ben... Het is vandaag, welke dag is vandaag? Het is vandaag woensdag. Vorige week ben ik begonnen aan die serie, 17 afleveringen. Die laatste aflevering, not for the weeks. Het is heftig, het is super heftig. Het heeft wel een happy ending, by the way. Dat is wel leuk. In ieder geval ga ik voor nu de vlog afsluiten. Ik weet dat dit sowieso een korte vlog is, dus ik ga jullie er morgen bij pakken. Nou guys, ik kom net van mijn werk. Ik ben helemaal gesloopt. Rick Sirano heeft me opgehaald. Hij was bij zijn moeder. En nu gaan we de jongens ophalen. En dan gaan we naar World of Food. Want ik ga vandaag weer lekker cocktails ophalen. En thuis samen met jullie proeven. Ik heb daar echt zin in. Dus ik ga nu gauw helpen de jongens klaarmaken. En daarna gaan wij richting World of Food. Okay guys, I'm with Mrs. Kareem herself, aka Marley herself. We zijn er. Okay. Nou, we beginnen natuurlijk met de bekende cocktail Cola Creek. En deze gaat je verrassen. Ik weet, je gaat drinken, je gaat iets verwachten, maar girl, je kent me. Het is nooit wat ik ga daarna wat zitten. En ja, dan hebben we nog veel meer producten, maar ik ga ook nog eventjes... Let's get crazy though.
Lekkere deeg, cookie deeg. Met alcoholpipetjes, die zal je erop spuiten. Okay. En zo zit er een hele zak met van alles. Dus ik zou zeggen, ik hou het spannend. En ze zal jullie zelf vertellen wat wat is. Ik ga het zelf proberen. Thank you! Welkom! Thuis. Ik kom net uit de douche. Ik keek net op de eettafel en ik zag dus dat ik een pakketje gemist had. Maar het was gewoon in de papierbak. En dit was iets dat ik eigenlijk vanavond echt kon gebruiken. Die skincare producten die ik heb gekocht bij de Marsadonna in Tenerife. Ik heb het kans gegeven. Ik heb het een maandje gebruikt. Of misschien zelfs iets langer. Maar het doet gewoon niet wat het moet doen. En in principe gebruik ik alleen maar kruidvatmerk, dat gebruik ik gewoon dagelijks. Ik gebruik Clay & Glow, dat heb ik heel erg lang gebruikt. Omdat ik daar echt heel vaak producten van opgestuurd kreeg. Heel goed en fijn merk. En ik ben een huge fan van LMS en al helemaal in de winter. Het enige waarom ik dat niet dagelijks gebruik is omdat het gewoon echt expensive is. Maar ja, de winter komt eraan. Je kent het, je huid wordt gewoon droog. Als er iets op deze planeet is waar ik echt geld aan investeren is het skincare producten. Dus ik heb een bestelling gedaan bij Look Fantastic. En I'm excited to show y'all. Ik ben benieuwd. Het is echt heel snel binnengekomen ook. Oh, ik heb zelfs een Look Fantastic box gekregen. Oh, wat leuk. Ik heb hier een box met gratis producten gekregen. Waarschijnlijk omdat ik boven de 100 euro heb uitgegeven aan skincare producten. Ik heb 3 producten gehaald. Hiermee ben ik bekend. Deze 2 zijn nieuw. Ik wou het gewoon proberen. Want ik weet dat het sowieso goed is. Ik heb een Midnight Facial cream gehaald voor all skin types. Dit is dus een avondmasker. En look how damn cute this is. Oh, dit ruikt lekker. Heel lekker. Het ruikt echt wel lekker. Daar heb ik ook een Superfood Glow Cleansing Butter gehaald. Om mijn gezicht mee te reinigen. En dan heeft dus een butter effect. Oh, deze potjes zijn zo cute. I love it, I love it, I love it. Hier ben ik echt heel benieuwd naar. Oh. Oké, dit ruikt naar niks. Maar dat maakt niks uit. Volgens mij is het very buttery. Want het valt er niet uit. And it's orange. I love me some orange. En de welbekende Superfood Facial Oil Hydrating Face Oil. Ja. En dit is volgens mij die olie met broccoli. Ik wou eigenlijk die 30 ml fles hebben. Maar ze hadden alleen maar 15. En 15. Als je 15 koopt, is het alsof je een 5. Alsof je een 30 ml parfum koopt. Je komt altijd duurder uit. Het is zonde. Maar goed, jongens, deze olie. Velen zullen het vast wel voorbij zien komen. Dit is echt goud. Dit gebruik ik altijd voor als ik mijn gezicht heb schoongemaakt. Een serum op heb gedaan. En dan deze. Niet normaal. Echt niet normaal. Ja, ik ben echt blij. Ik ben blij, blij, blij. Ik hou hiervan. En dan gaan we nu kijken wat er in deze box zit. Wat ik heb. Wat zit erin? Een kaartje. Oh, er zit toch best wel veel in. Oké. Dit is
Apply a face oil serum. Use the Gua Sha in the direction shown on the face. Step 3. Experience a radiant glow now. Okay. Nog nooit van dit merk gehoord. Wat is dit? Een root boosting spray. Geen idee. Ik ga het even googlen. Dit. En dan heb ik hier een stick. Wat is dit? Stress Check Mood Manager. Oh, dit is... Oh. It's giving rituals. Het ruikt een beetje naar die pillow... die pillow spray. Oké. Wat is dit? Get Hard Rebuilding Nail Hardener. Nou, toevallig had ik nog... een nagelverharder nodig voor mijn teennagels. Oh, dit is dus een lipgloss en een blush in één. Oh, het is gewoon natural. Oké, en last but not least. Face and body very dry, rough skin. Nou, Skin Food van Weleda. Wat is dit? Face and body. Nou, dit is nog helemaal dicht. Dat moet je zeg maar zo poep, openmaken. Maar dat ga ik nog niet doen. Oké. Nou, leuk. Best interessant. Die goodies die je gratis krijgt. Anyways. Ik ga nu de jongens klaarmaken om te gaan slapen. We gaan morgen echt iets leuks doen. Ik heb namelijk kaartjes gewonnen. Voor Family Day. In Duinrel. Echt super leuk. Bij mij op het werk doen ze heel vaak aan lotingen. Dat je kan meedoen voor bijvoorbeeld de overnachting bij Duinrel. Of kaartjes voor de artist. Dat ze dan echt 90 kaartjes weggeven. Echt super leuk. En I won! En ik win echt haast nooit die dingen. Ik ben altijd te laat. Dus heel erg leuk. Dat gaan we morgen doen. De jongens weten het nog niet. Dus leuke verrassing voor morgen. Maar ze moeten daarom wel echt vroeg hun nest in. En als de boys slapen. Dan ga ik lekker cocktails tasten samen met Cyrano. Ik heb echt zin in. Dus ik ga de boys gauw naar bed brengen. En daarna gaan we lekker cocktails tasten. Now guys. It's finally time. Cyrano heeft nog ook. We hebben ook bloedworst, vleesworst en fladder van mijn schoonmoeder meegekregen. Dus dat gaan we eventjes als eerst doen. Het moet wel even een klein beetje gegeten worden. Hè, voordat we gaan drinken. Die fladder is lekker. Ja. Wat vinden jullie het lekkerst? Fladder, bloedworst of vleesworst? Ik weet dat niemand fladder gaat zeggen. Maar ik vind fladder dus echt heel lekker. Dat eet ik echt sinds, ja, al best wel een tijdje eigenlijk. Maar vroeger had ik alleen maar bloedworst en vleesworst. Maar het stinkt wel of zo. Het stinkt niet, maar het ruikt apart. Nou, gaat er altijd naar binnen. Is zo. Mag die andere ook niet grijzen? Die grijze mag ook. Dat is grijs vlees, toch? Ja. Oh, het is gewoon echt heel lekker. Geniet er maar van, zou ik zeggen. Ik neem maar zo'n brein, nog een vleesje, dan kan je nog. Nee, dan kan je gewoon vlees en gewoon eten. Nee, mijn lievelings is toch wel echt vleesworst. Die heeft toch gewoon de lekkerste smaak. Nou, wij hebben een kleine bodem. Het was lekker. Die bloedworst, die mixworst kwam van Rijgersbosmarkt. Denk ik Cyrano. Anyways, it's time for the cocktails. We gaan beginnen bij deze. Bij deze ben ik gewoon het meest excited. Oei. Zo, ik doe echt broeien. Dit is, ze zei het volgens mij al, cola kreek. Jij mag eerst. Ik eerst? Ja. Ja, het is van cola. Nee, ja, is geen cola. Is geen cola? Maar
Het heet cola crepe. Is wel lekker. Is wel lekker? Wat proef je? Wat kan je eens vergelijken? Welke soppie heeft ze erin gedaan? Welke soppie heeft ze erin gedaan? Ja. Cream. Ik proef geen soppie. Je proeft geen soppie. Dat is één. Wauw. En het is een zachte brie, dus het is in de verte denk ik wel een witte. Een witte. Mm-hmm. Nou. Dus het is sap. Er is sap ingezet. Cassis of zo misschien? Cassis? Nou, nu ga ik het proberen. Of misschien zit Surinaamse kolen siroop. Zoiets misschien. Oh, wacht. Oh, dat is heel lekker. Dat is echt heel lekker. Nog een drie weg, toch? Wat? Mm-hmm. Het smaakt naar die sap. Je weet toch? Die eten, toch? Die sap. Wacht. Een dubbeldrank. Guyave. Guyave, toch? Ja. Die doe je. Die dubbeldrank. Maar wel met alcohol. Oké. Dit is heel lekker. Gevaarlijk. Het is gevaarlijk, ja, want je proeft precies. Ja, niet. Ik proef niet. Jij proeft wel wat. Hij is niet sterk. Helemaal niet. Oké, dan gaan we naar de volgende. Maar wat voor cijfer geef je hem? Je moet meer drinken. Voor nu is het 6,5. 6,5, zo. Van mij krijgt hij. Ik vind het gewoon heel lekker. Maar mijn cocktails moeten sterk zijn en dat is deze niet. Dus van mij krijgt hij een 7,5. De rood-roze is cocktail blation. Was dat er niet dan? Dat zegt ze niet. It's a surprise. She don't spill her recipes. Ze heeft gelijk. De Blation. Blation. I love me some Blation. Ik hou van Blation babies. Dus als dit nou net zo cute smaakt als de Blations. Nou ja, eerst. Ik eerst? Kroephoek alvast. Kroephoek. Ja, deze is wel al wat sterker. Tropical Thursday. Pineapple. Dit ga jij lekker vinden. Pineapple. Met witte alcohol. Een vodka of een rummetje. Heb ik ook mango niet bedoeld? Nee, het is geen pineapple, het is mango. Mango? Mm-hmm. Pineapple mango. Ik proef nog geen pineapple. Oké. 7. Misschien had het gewoon. Ik proef nog geen alcohol. Nee, met een stopje baby. Dus nee, bij deze proefde ik wel echt de alcohol. Maar het is gewoon een sap. Het is gewoon een sap. Nee. Maar is het echt gewoon een sap? Nee. Ik vind. Een juice box. Ik vind het lastig. Nee, ik vind die cola toch wel lekkerder. Maar de aanwezigheid van de alcohol van deze vind ik wel beter. Dus ik geef deze een 8. Die. Ja. Next. De gele cocktail, die heet Pussy Sticky Like Nectar. Dus volgens mij is dit peach. En als er iemand van peach houdt, ben ik er. Nu mag jij. Waarom zit het een beetje roeren? Het is creamy, creamy. Nootjes. Nootjes on the side. Waarom moet je nog een ijsblok erin zetten? Eigenlijk wel, hè. Oh, gluk gluk. Daar was die pak ik meer. Nou, Suraan, ik ben stil. Ik wacht op jou. Je wacht op mij? Ja. Oh. Kan goed zijn of slecht. Dit is wel de sterkste. Het is pineapple. Sterkste? Nee, dit is wel echt peach. Nectar gewoon. Ja, ik vind het de lekkerste. Die nectar toch, dit? Ja. Dat vind ik wel het lekkerste. Mm-hmm. Deze is echt wel lekker. Deze is echt, echt, echt lekker. Ja. Cijfer. 7. Een 7? Ja. Nee. Jongens. Kijk, een 7 is gewoon keihard met de hakken over de sloot. Maar Siraan is iemand. Echt 7 is niet hakken over de sloot. Ah, een 7. 7 is echt. 7 is gewoon goed. 7 is gewoon solid. Als je daar als iemand
om deze man tevreden te stellen. Hé, hey, je moet echt. Waarom moet je me niet vragen? Oké. Okay. Ik ben te kritisch hiervoor. Nee, dit is van mij een dikke vette 9. Gee. Waarom het geen 10 krijgt? Als dit gewoon meer soppie had, dan was dit gewoon een dikke vette 10 voor mij. Soppie base. Soppie base, nee. Ze heeft rustig aangedaan met de cocktail, met de alcohol deze keer. Oké, dan heb ik hier ook ijsjes die helaas gesmolten zijn. Dus ik kan ze nu niet eten. Maar daar kom ik nog wel op terug. They look good. Dit lijkt op Douwet. I love me some Douwet. En dit is van de jongens. Ik vraag me nu af of die cocktail niet van de jongens was. Want ze zei wel dat iets geels van de jongens was. Maar goed, anyways. Nou, we gaan nu over naar de shotjes. En dat is een shot. Deze heet Miss Rosa. Let me try. Voor het gluk. Oh ja, lekker. Ik snap waarom het rood is. Het smaakt gewoon echt naar roos. Volgens mij zit hier die Monet roos dingen siroop ook in. En een beetje sparkling. Beetje sparkling, ja. Sparkling. Ja, lekker. En een beetje baba van jou. En een beetje baba van mij, ja. Mm. Oké. Okay, dit is Desire. Nou jongens, ik vind het leuk. Die wit. Die volgende. Ik wil nog even een kleine tip. Dan kan jij, ja. Ik hoef niet veel. Kom op. Een kleine tip. Toch een kleintje. Deze is lekker. Ja? Oeh. Deze is lekker, ja. 10 out of 10, baby. Ja. Ja. Dit is wel een... Ik ben zuinig op mijn cijfers, dus. 8,7. Afgerond een 9. En de laatste shot heet... When I Make Him Come. Girl, I'm gonna need to know what this is all about. Nee, jij moet oefenen. Come on! Het is voor de vrouw. Je moet schudden, zegt ze. Moet het geshaken worden? Nee, niet zo dicht. Ja, je moet het eerst shaken. Maar het is volgens mij sparkling. Nee, niet zo. Je moet het goed vasthouden. Bye bye. Wat voor rare dingen doe je dan als je een slok neemt? Lip, tong, alles gaat. Ja. Alcohol is daar. Melen. Zo. Hij is wel wat, het is de sterkste. Oké. Wat heb ik een keer gedaan? Wat voelt u? Wat voor sensatiebeleving? Iets zoets. Een beetje sparkling in de back. Ja, lekker. Bubbles tenminste. Bubbles. Nou, dit waren alle cocktails. En ze heeft ook cookie dough meegegeven. Er waren ook pipetjes en dat moesten we er dus over sprinkelen. Dat ga ik even doen, zo. Oh. Niet te veel. Ook een beetje van deze. Een hartje. Oh, nergens. Ja. Oh. Wat smaakt dit er weer? Cookie dough. Oh ja, een beetje kekerig of zo. Spekkoekachtig. Spekkoek, juist. Ja, dit is heel lekker. Nou, heel erg bedankt, Mrs. Cream Luxury and Drinks. Het was echt heel lekker. Siraan en ik gaan een cocktail uitkiezen en lekker op de bank power kijken. Willen jullie nou ook lekkere cocktails bestellen? Dan moeten jullie echt naar deze Instagram toe gaan. Zij maakt echt overheerlijke cocktails. Super lief. She's black owned and the cocktails are damn good, okay? Okay. Okay. Nou guys, wij gaan lekker genieten van onze cocktails. Dit was ook het allerlaatste dat ik met jullie wil delen. Dus bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Vond je de video leuk? Vergeet nog één. Duim omhoog achter te laten.
En dan zie ik jullie terug bij de... En vergeet je ook zeker niet... Ja. En vergeet je ook zeker niet... te abonneren. Om op de hoogte te blijven van mijn video's. Doeg! Doeg!